Goeiedag, ik ben Bert Koenders, oud-minister van Buitenlandse Zaken. En ik werk nu voor de Wereldbank op het terrein van fragiele staten. Staten waar het heel moeilijk is, waar conflict is. En ik zou een ieder die dit hoort willen voorstellen om voorstellen te doen op het terrein van vredesoperaties, op het terrein van klimaat en verdeling, op internationale samenwerking op een effectieve manier voor alle burgers. En ze voor de 24e mei op te sturen aan het Parijse Vredesforum. En als u wordt geselecteerd, als je wordt geselecteerd, dan kun je dat in november voor wereldleiders presenteren. We hebben een tijd nodig waarin we op een zinnige manier internationaal samenwerken. En je hebt een kans om daar persoonlijk aan mee te doen.